to get a good long-term sustainable strategy in any city is first of all to involve all stakeholders at all level. We need all kinds of departments, air, water, energy, transport departments, but most of all I think all plans have to be bottom up. They have to involve from the very beginning all citizens. I think it's good to say that the best cities, the best parks are those that are planned by citizens for citizens. Ik hoop dat over 10 jaar het er nog net zo mooi uitziet als nu. En dat er nog net zoveel mensen ook met veel plezier in werken. We zien steeds generatieverschillen. Dat alles schuift op. Zo zijn er heel veel kinderen nu weer, jonge kinderen, die ook voor de dieren zorgen. En die ook leren van jongs af aan met de tuin om te gaan en hoe waardevol de tuin is. Vooral met de gemeente, want dit is een openbaar park, dus dat is de grond van de gemeente. En we werken aan heel veel doelen, beleidsdoelen, over zo'n 6 verschillende beleidsdomeinen van de gemeente. Dus de gemeente is eigenlijk de belangrijkste batenhouder van dit project. Belangrijke partijen zijn onder andere de gemeente, maar ook andere terreinbeheerders. En andere belangrijke partijen zijn ook een beetje onverwachte partijen, zoals bijvoorbeeld mensen uit de bouwsector of juist mensen uit de gezondheidssector. In order to do this more integrated approach, I think we need a collaboration there between layers of government and between the sectors within the government and between governmental and private companies and citizens. In order for these integrated projects to come around. Nou, wij werken heel veel erg samen met de politie om het veilig en aangenaam te houden, toezichthouders en heel veel bewoners helpen mee bij het onderhoud en die houden ook toezicht op het park. En dat is heel erg belangrijk dat het ook sociaal gezien een veilige plek is, zo dicht bij de binnenstad. Ja, wij werken samen met de basisscholen, bewoners, gemeenten, diverse andere organisaties in de stad. Om eigenlijk, ja, we hebben iedereen nodig om Utrecht er zoveel mogelijk dichter bij de natuur te brengen. So from the individual to the community and municipal authorities, we can really see a whole range of actors getting involved. In some senses, it's also important to think who's not getting involved. And that, I think we need to ask questions about where the private sector is here, and particularly where the financial community is, and whether those are actors that we need to get around the table.